Wie heeft er zin in Kids Church vandaag? Goed zo. In de zaal. En ouders, super leuk dat jullie er zijn. We gaan er weer een feestje van maken voor God vandaag. Ga lekker staan en dan gaan we beginnen met worship. Ben je licht of ben je fit? Heb jij soms een kunstgebit? Draag je zwart of lila wit? Zit je haar weer in de klit? Iedereen in de trein, regen of zonneschijn. Op de fiets en op het plein, het maakt niet uit waar we zijn. Yeah! Eet je weer een sap of thee? Eet je papa bij het diner? Zeg je ja of zeg je nee? Is een stopbordje oké? Iedereen in de bus, in de klas en in de church. Ga nu staan, kom en zing. Wij gaan los voor de King. Yeah! Clap your hands in the air. Give him praise with left and right. Give him praise. Hij maakt dat wij happy zijn. Alles is alleen voor hem. Ben je slow of supersnel? Woon jij in een zeepbel? Zit je haar strak in de gel? Zit je lekker in je vel? Iedereen die dit hoort, doe nu mee en zeg het voort. Als je chillt, dans of sport, give him praise more and more. Kijk op je phone, of je zit hoog in een boom. Bij je zus of bij je oom, in een hut hoog in de boom. Maak je klaar voor een feest, geen gevaar. God is hier, echt waar, dus give him praise met elkaar. Yeah! Hands in the air, give him praise. Wave left and right, give him praise. Hij maakt dat wij happy zijn. Alles is alleen voor hem.
give him praise. Give him praise. Ja, give him praise. Ja, give him praise. Zeg wow, 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 oh. Wow, 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 oh. Zeg wow, 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 oh. Wow, wow, oh, oh. Clap your hands in the air. Give him praise with left and right. Give him praise. Hij maakt God wij happy zijn. Alles is alleen voor hem. Kom op, ga allemaal klaarstaan. Want als ik tot 3 tel, gaan we met iedereen jumpen voor Mr. King. Zijn jullie er klaar voor? Zeg 1, 2, 1, 2, 3 en go! We zingen nu Hoop in mij, dus kom, zing lekker mee. Ik besluit u te vertrouwen, mij aan uw woorden vast te houden. Ik hoor uw stem spreken tot mij. Wees gerust, ik ben erbij. Door het vuur, door de beproeving, blijf ik standvastig, blijf ik moedig. Waar ik ook ben, of waar ik ook ga, ik weet dat u mij nooit verlaat. Zing maar mee, geen angst. Houd mij nog vast. Ik ben volledig vrij. Want ik maak de wedstrijd af. Want u gaat de weg voor mij. Geen angst, geen oordeel, maar hoop op eerlijkheid. Geen angst, maar vrede. Jezus, de hoop in mij. Falen, in mijn zwakte blijf ik geloven, blijf ik vechten. U tilt mij op, al val ik steeds weer. Ik kijk naar u en wankel niet meer. Geen angst. Geen angst, houd mij nog vast. Ik ben volledig vrij, want ik ben. Ik heb hoop, hoop, levend in mij. Ik heb hoop, hoop, die alle angst verdrijft. Ik heb hoop, hoop, hoop op eerlijkheid. Hoop, hoop, Jezus de hoop in mij. Hoop, hoop. Feel it.
vrede vrij. Ik maak de wedstrijd af, want u baant de weg voor mij. Geen angst, geen oordeel, maar hoop op eerlijkheid. Geen angst, maar vrede, Jezus de hoop in mij. Yes! Kids, super toffe worship, heel mooi. En we gaan natuurlijk ook nog even bidden met elkaar. Doen jullie mee? Lieve Vader in de hemel, dank u wel Vader voor wie u bent en hoe goed u bent. En dat we hier en online met elkaar mogen zijn, Vader. En we zijn ook super dankbaar voor alle kids in groep 8 die zijn toegelaten op een middelbare school, Vader. Dat u daar doorheen heeft gewerkt, Heer. En we bidden ook voor deze dienst, dat het een supermooie dienst mag worden. En dat we meer en meer van uw liefde mogen proeven, Vader. En ja, ik bid voor een superleuke en ook hele gezellige kidsdienst. Waar heel veel mooie vriendschappen weer verder gebouwd mogen worden. In Jezus' naam, amen. En wat ook nog heel goed is, is dat je je gebedspunten elke week kan opsturen naar CLC kids@clcdenhaag.nl. Dus dat is ook nog supergoed om te doen. En dan gaan we nu kijken naar een super toffe en leuke battle van Erwin en Lisa. Ja, ja, we zijn er weer. Hallo, en hallo. Wij zijn er inderdaad weer. Ja, we gaan een heel leuk spelletje doen natuurlijk. Echt waar? Ja. Oh, ik heb er nu al zin in. Ja, zeker. Wat gaan we eigenlijk doen vandaag? Zullen we gaan uitleggen? Nou, we gaan vandaag boter, kaas en eieren gaan we doen. Maar niet op de normale manier. Nee, 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 dat vinden we niet leuk. Hè, nee, Erwin? Niet op de normale manier, maar hoe dan wel? Ja, dat ga ik jou eens mooi uitleggen. Oh, gelukkig, want anders gaat het niet goed komen hoor. Kan je het mij even uitleggen? Zeker. Want dan snappen de kinderen thuis misschien ook wel. Zie je daar al een beetje staan. Kijk, daar hebben we een heel mooi bord. Daar hebben we al de hokjes klaargezet, waar we zo meteen boterkaas en eieren op gaan spelen. Maar daarvoor, voordat jij een hokje mag invullen, moet je raak gooien. En raak gooien doe je door een pittenzakje in de kommen daar te gooien. Ik weet niet of jullie het in de zaal kunnen zien achter die boksen, maar ze staan er echt. En zo meteen gaan we kinderen hier uit de zaal halen. Ik zie al een aantal springen. Maar je moet dus die zakjes in die kommen gooien. Ja, dat klopt. Maar dat is toch hartstikke moeilijk? Dat is best wel moeilijk. Daar heb je helemaal gelijk in. En is misschien ook nog handig om het even voor te doen. Want ik denk niet dat het mij gaat lukken. Oké, laten wij eventjes tegen elkaar strijden. Ja, is goed. Erwin en ik gaan het even samen voordoen. Je hebt hier team groen en je hebt team rood. En we gaan hier staan. Misschien iets dichterbij straks. Dat gaan we eventjes aankijken. Maar dan zeggen wij start. En gaan Erwin en ik gaan tegelijkertijd proberen te gooien in de kommen daar. Dus ik moet in die groene bak dan gooien, in die groene kom. Nou, als je dat doet, dan help je mij. Jij mag in de rode bak gooien en ik mag in de groene. Dus ik zeg nu start en dan gaan we beginnen. 3, 2, 1, start! Oh, de mijne gaat veel sneller. Nee, ik gooi gelijk raak. Oké, ik ren. Maar is het helaas nog niet gelukt. Ik ga snel een nieuw zakje halen. Oh ja, en Erwin gaat gewoon door met gooien. Want zodra hij ook raak gooit, mag hij ook gaan boterkaas en eieren spelen. En ik denk, zet hem gelijk in het midden. Want ja, dat is de beste plek. En ik zet een rondje. En als Erwin raak gooit, dan mag hij ook de boterkaas en eieren in gaan vullen. En dan wie als eerste? Moet ik dan ook een rondje schrijven? Ja, dat mag. Maar dan help je wel weer mij. Toch, kids? Nou, ik help wel graag anderen, maar ik wil ook wel heel graag winnen eigenlijk. Dus. Weten jullie wat Erwin moet schrijven? Ja, misschien weten jullie dat? Wat inderdaad. Ik hoor iets van een kruis. Kruisje. Oh, dus als ik hem dan erin heb gegooid, heb ik helaas niet gedaan. Maar jullie kunnen dat vast straks wel heel goed. Dan pak ik inderdaad de stift en dan zet ik een kruisje neer. En ik had eigenlijk al gezegd, ik win heel graag. Hè? Dus ik doe gewoon stiekem als ik dan zo 3 op een rij heb. Oh, dat mag niet. Dan heb ik gewonnen. Yes! Oké, wie hebben er zin om met het spelletje mee te doen? We willen 2 kinderen uit groep 3-4 en 2 kinderen uit groep 6-7. Zoek jij even de kinderen uit, want ik ben het schoonmaakdoekje vergeten. Eerst wil ik de handen zien van groep 3-4, wie mee willen doen. Ik zie daar iemand springen. En daar, Ariana, kom maar naar voren. En dan groep 6, 7.
Zijn daar kinderen van in de zaal? Zie ik iemand? Groep 5 is daar. Zijn daar kinderen van? Nee, oké. Okay. Wie willen er nog meer? Oh, er loopt al iemand. En jij daar. Jij mag naar voren toe komen. Met het grijze shirt. Oh, kijk. Ik zie, we hebben er alweer 4. Heel goed. Ja, ik moest ondertussen even snel schoonmaken. Maar dat is ondertussen gelukt. En ik zie dat de teams nu al klaarstaan. Dat is mooi. Even kijken, want de laatste moet er nog even aankomen. Kijk, die komt eraan. Heel goed. Nou, dan gaan we even 2 teams maken. Wat wordt het rode team? Dan mogen jullie 2 mogen bij elkaar. En jullie mogen hier gaan staan, achter dit punt. Kom er maar bij staan. Ja, kom daar dichterbij. Kom maar hier alvast staan. Heel goed. Ja. En dan mogen jullie... Wacht, ik zet jullie even. Mag jij daarbij? Mag jij daarbij? Oh, kom maar. Okay. Dan zal ik stiekem even de zakjes hier gaan leggen. Zo. Leg jij de groene neer? Heel goed, want dan kunnen we snel gaan starten. Ik wil wel een jongen. Ik wil wel de jongens en meisjes gesplitst. Dus 1 jongen mag naar de andere kant. Ja? Kom jij dan aan en deze 1 kant? 1 meisje mag naar mag de andere kant. Jij aan die kant. Heel goed. En ik geef deze aan jullie. Jullie hebben groen. Oh, kijk, ze heeft het in de gaten dat ze ondertussen bij groep 10 groen wordt. En dan zeg ik straks start. En dan mogen jullie proberen raak te gooien. Oké, okay. Hou jij het in de gaten of ze raken? Oh, oh, we zijn al begonnen, zie ik. 3, oh, gooi je. 2, 1, ja, gooi je maar. Oh, wat goed, dat gaat goed. Ja. Rennen snel. Jij bent het kruis, hè? Ja, heel goed. Dus jij bent het rondje. Oh, kijk, daar komt de eerste al. Oh, heel goed nagedacht. Oh, het gaat wel heel snel. Oh, oh, helaas. Nieuw zakje pakken. Oh, even kijken hoor. Oh, oh, je moet een rondje zetten. Oh, toch? Oh, jullie mogen om de beurt gooien. Of niet? Ja, oh, jij doet het wel goed. Oké, daar gaan we weer. Halen. Even kijken hoor. Als jullie hebben gegooid, mogen jullie gelijk de pittenzakjes halen. Jammer. Nieuw zakje pakken. Eens even kijken. Oh, helaas nog net niet. En hoe gaat het bij Team Groen? Oh, die heeft even alle zakjes verzameld. Heel slim. Even de tussenstand bekijken. Ik zie al 2 kruisjes staan. 1 rondje. Oh, ja! Ja, ik tel hem. Ik tel hem. Wat een topper dit. Woe! Geweldig. Ga maar door. Gaat het. Oh, stop, stop. Kijk eens goed naar het bord. Oh, we zijn er al. Oh, wat was dat een snelle ronde. Wauw, volgens mij kunnen we nog wel een ronde gaan doen, want dat ging wel super snel. Mm-hmm. Dus heel goed gedaan. Top. Zullen we nog eens kijken of we nog wat nieuwe teams kunnen maken? Of denk je wat, we gaan nog een ronde met ze doen? Laten we nog nieuwe teams maken. Ja, doen we nog even nieuwe teams. Dank jullie wel. Jullie hebben het heel goed gedaan. We gaan even 4 nieuwe kinderen uitzoeken, zodat we nog een keer dit spel kunnen doen. Ik zie daar iemand met een rood t-shirt aan. Jullie mag naar voren komen. Ja, ik zie daar inderdaad een heel goede vinger. Ik zie daar 2 kinderen daar komt er nog naast een, elkaar. Daar komt er nog 1. Ja, kom maar. Kom maar naar voren. Heel goed. Ik zie het niet heel goed. Even maar ik kijken, zie daar iemand. 2, 3. Even kijken, volgens mij hadden we ook al een 4. We zijn op zoek nog naar een 4e. Of we zoeken nog ik zie daar een vinger omhoog. Kom maar naar voren. Ja, oh, kijk. We hebben 4. Ik ga de pittenzakjes alvast weer even goed leggen. En dan ga ik daarna direct even het bord weer schoonmaken. Oké. Okay. Verdeel jij ondertussen weer even de teams? Dan mogen jullie 2 mogen met de groene pittenzakjes gooien. In daar de groene kom. En jullie 3 mogen met de oranje pittenzakjes gooien. Ja, dat klopt. Zometeen mag je hem weer opnieuw gaan halen. Ja. Eens even kijken. Gaat dat goed met de teams? Het is dit keer 3-2. Oh, helemaal goed. En ik ga weer aftellen en dan mogen jullie beginnen met gooien. Even wachten tot ze klaar is met dat ze start zegt. Ja? 3, 2, 1, start. Ja, gooi maar. Oh, daar gaat het gelijk raak. Kom erbij. Zakje hier pakken. Ik gooi daar iemand. Ik zie iemand die raak gooit. Waar wil jij eventjes, heel goed. Het rondje zetten? Oh, ja. Hier, rood heeft er ook 1 in. Oh, kijk. Bij groen is het heel goed. Om even de zakjes te verzamelen. Geef maar de zakjes door weer aan je buurvrouw. Ja, ga maar staan. Ga maar staan. Leg de andere zakjes mee en dan ga je in de groene bak gooien. Kom maar. Ik zie al 2 rondjes op een rij. Oh, wat gaat het goed. Oh, snel weer pakken. Oh, ja. Die zit. Snel. Naar het bord toe. En dan mag je een rondje zetten. Oh, zo. Dat is een heel mooi rondje. Ja, dat was een heel mooi rondje. Oh, ging daar rood er nog in? Nee. Helaas. Die was toch net weer naast. Helaas. Maar hij zat er bijna. Kom, we gaan het nog een keer proberen. Kom maar. Ja. Oh, daar gaat het groen. Oh, wauw. Ja. Ik zie 3 rondjes op een rij. Oh, stop alweer. Heel goed gedaan. We zijn er alweer. Woe! Applausje voor alle kids die hebben meegeholpen. Goed gedaan dit. Heel goed gedaan allemaal. We kunnen wel weer super trots op ze zijn. Ja. Hey, heel goed gedaan. Want we hebben alweer een winnaar. Want kijk maar, we hebben 3 rondjes op 1 rij.
Het was heel spannend. Ik zag ook twee kruisjes naast elkaar staan. Gaan wij nu eigenlijk weer de spullen opruimen? Want er staat weer nog iets heel moois te verwachten voor ons. En weet je wat dat is? Het nieuw woord van Ruben. Dus jullie mogen lekker op je plaats zitten, terwijl Ruben deze kant op komt met weer een geweldig nieuw woord. Ja, goed gedaan. Zo, wie heeft er nog zin in Kids Church vandaag? Goed zo. Goed om te horen. Het is altijd leuk jullie elke week weer te zien. En ik ga vandaag beginnen met heel goed nieuws. Wie houdt er van heel goed nieuws? Iedereen natuurlijk. En dit nieuws is vooral heel goed nieuws voor de kinderen die volgend jaar naar groep 4 gaan tot en met de kinderen van groep 8. Zijn die aanwezig? Ja, er zijn zeker wel wat van aanwezig. Maar dan wil ik eerst vragen of jullie even wat trommelgeroffel kunnen geven. Je mag met je voeten even zo doen of zo. Daar gaan we. 3, 2, 1. Volgend dit jaar in de zomervakantie willen we weer op kidskamp gaan. Het belangrijkste is wat ik erbij wil zeggen is dat het natuurlijk heel gaaf is als we mogen. En we gaan ook alles eraan doen om te kunnen. Maar het is wel uiteindelijk altijd afhankelijk van de maatregelen die dan gelden. Maar op dit moment ziet het er heel goed uit met het stappenplan en met alles steeds meer open. Dus we gaan ervoor. En papa's en mama's, dat is in de eerste week van de zomervakantie, 19 tot en met 23 juli, van maandag tot en met vrijdag. De kids moeten groep 3 doorlopen zijn. Dus vanaf groep 4 tot, eigenlijk vanaf groep 4 tot en met groep 8. Dus groep 3 doorlopen. En het thema, het is heel leuk, want het thema is dit jaar niet van superhelden of het Wilde Westen, maar het thema dit jaar is omdat iedereen toe is aan een feestje. En volgens mij is dat ook zo, want we zijn allemaal toe aan de feestjes, dus er zullen allemaal leuke dingen met feestjes gaan gebeuren die week. Nou ja, Kidskamp is eigenlijk één groot feest, dus dat moet goed komen. Hey, en in verband met Koningsdag wilde ik vandaag nog wat doen met de koning. Even kijken of iedereen wakker is. Wie is ook weer de koning van Nederland? Koning? Hartstikke goed, dat weten jullie heel goed. Oké, nu de volgende. Wie is de koning in het koninkrijk van God? Jezus. Ja, goed zo, inderdaad. Jezus is de koning. Uiteindelijk is hij de grootste koning die we kennen. En dat zal hij ook altijd blijven, want koning Willem komt op een dag dat hij van zijn troon wordt gezet. En dan zit daar de volgende jonge dame die daar de koning mag zijn. Maar weet je, de koningin wordt het dan. Heel goed, Jenna. Nou, mijn nichtje, dames en heren, corrigeert mij hier even heel goed. Want inderdaad, het is dan geen koning meer, maar een koningin. Heel goed, Jenna. Dat is zeker waar. Goed zo, Jenna. Heel goed opletten. Nou, weet je, ik ga jullie een verhaal vertellen over een koning. Goed opletten, want het is een wat langer verhaal. Het staat ook niet letterlijk, het staat ook niet in de Bijbel. Maar we kunnen er wel heel veel mooie dingen uit leren. Hebben jullie zin in een mooi verhaal? Goed zo. Papa's en mama's ook, hè? Ik hou je in de gaten. Niet zitten appen of op Facebook, nee? Oké, het gaat over een koning met een heel mooi groot land. En in dat land is iedereen gelukkig. Iedereen is blij. Niemand komt tekort. Iedereen heeft eten. Iedereen is blij. Blij. Iedereen is happy daar. Iedereen is daar blij. Maar op een dag zegt de koning, hey, eigenlijk wil ik een keer echt een goed feestje geven. Een goed, leuk feestje. Eigenlijk niet als kidskamp. Een goed feest, maar zegt hij, want de feesten die ik altijd doe, zijn altijd met belangrijke mensen, met de ministers en de rijke mensen van het land. En ik wil graag een feest geven voor veel meer mensen, waarbij het gewoon voor iedereen is en waarbij het gewoon hartstikke leuk is en niet zo'n saaie. Nou, hij ligt met zijn vrouw, koningin Miep, in bed. En koningin Miep zegt, nou weet je wat, meneer de koning, ik denk dat ik een goed idee heb. Weet je wat? Als jij een groot feest wilt geven, dan nodigen we toch gewoon heel het land uit, zodat iedereen kan komen. Iedereen is welkom. Iedereen mag erbij zijn. Iedereen is uitgenodigd. Heel het land, in ons paleis, rondom ons paleis, op ons paleis. Elke kamer, overal mensen. Hartstikke mooi en gezellig en leuk. En wat cool wordt dat. Maar, zegt de koningin Miep, iedereen moet wel zelf iets meenemen van huis. Iets lekkers, iets moois, iets leuks. Niet voor zichzelf, maar om uit te delen. Om uit te delen. Niet om voor jezelf te houden, maar om uit te delen aan andere mensen. Nou, zegt de koning, koningin Miep, wat een fantastisch idee is dit van jou. Zeg, jij hebt nog nooit zo'n goed idee gehad. Grapje. Koningin Miep dacht, de koning dacht, ja, dit gaan we doen. We gaan een groot feest geven en heel het land is uitgenodigd. Nou, de dag komt eraan.
Wat een groot feest. Rondom het paleis staan overal mensen. Overal staan mensen in de rijen. Overal is het gezellig. Heel het land is gekomen. Mensen hebben lekkere dingen meegenomen. Mensen hebben iets meegenomen van thuis. Niet voor zichzelf. Maar om uit te delen. Goed zo, klas. Jullie letten nog goed op. Nou, en dan op een gegeven moment wordt het heel erg druk in de troonzaal. In de zaal waar de koning zit, wordt het ineens heel druk. Want, en nu komt hij, iedereen die is aangekomen, moet natuurlijk even aan de koning laten zien wat hij heeft meegenomen. Nou, wat denken jullie? Wat zullen de mensen hebben meegenomen? Wat denken jullie? Eten, ja. En inderdaad, de eerste komt erbij. De eerste man is aanwezig. En de eerste man was een bakker. En zegt de koning, bakker, wat goed dat je er bent. Wat heb je meegenomen? Nou, zegt de bakker, ik heb een heerlijke taart meegenomen natuurlijk. Oh, zegt de koning, wat geweldig. Heerlijk. Nou, de bakker gaat weer weg. En de volgende komt eraan. En dan komt een heel schattig kindje met twee lollies. En die zegt, ik heb twee lollies meegenomen, meneer de koning. En de koning zegt, oh, kind, wat fantastisch dat jij twee lollies hebt meegenomen. Eentje voor jezelf en eentje om uit te delen. Nou, vervolgens komt er een derde persoon binnenlopen. En de derde persoon ziet er wat armer uit. Hij heeft lelijke kleren aan en halve schoenen aan. En de koning denkt al, oh, ik ben benieuwd wat hij heeft meegenomen. En de zwerver, het is een zwerver. En de zwerver komt dichterbij. En de koning zegt tegen de zwerver, wat heb je meegenomen? En de zwerver zegt, ja, zoals u weet, ik heb niet veel, maar ik heb wel mijn best gedaan. Ik heb vandaag meegenomen een halve Hema-worst. Dames en heren, een halve Hema-worst. Nou, zegt de koning, zwerver, dit is het mooiste cadeau wat ik vandaag heb gezien. Voor de mensen, hè? Niet voor mij, maar voor de mensen. Fantastisch om uit te delen. Ik weet zeker dat jij daar iemand hartstikke blij mee gaat maken. Nou, zegt de zwerver, oh, dat had ik niet verwacht, koning. Ja, ik heb wel mijn best gedaan, maar dank u wel voor het compliment. Ik ga zometeen iemand zoeken. Misschien snij ik hem wel in de zestiende en dan ga ik hem uitdelen. Nou, zegt de koning, hartstikke bedankt. En zo waren er nog heel veel mensen die iets moois hadden meegenomen. Maar je raadt het al. Op een gegeven moment wordt de rij kleiner en kleiner en kleiner. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen uit het land. En wat gebeurt er in de troonzaal? Die was heel groot, net zo groot als deze zaal. Achterin verzamelt zich een groepje mensen. En het is minder gezellig. Het was heel de dag gezellig, maar het wordt wat minder gezellig. Die mensen, die schreeuwen een beetje tegen elkaar. Ze doen niet lief tegen elkaar. Ze roepen dingen naar elkaar. Zullen we even met elkaar luisteren? Met elkaar luisteren wat ze tegen elkaar zeggen daar achter in de zaal. We gaan goed luisteren. Hey, heb jij wat meegenomen? Nee, ik durfde niet. Nee, de koning is zo groot. Ik kan toch niet meenemen wat de koning bij kan. Maar nee, ik had ook geen tijd. Ik had ook niets in huis. En jij? Nee, ik ook niet. Ik heb helemaal niets meegenomen. Ik ben bang voor de koning. Ik ben heel erg bang voor de koning. Ik weet ook niet wat ik moet doen. Horen jullie dat? Konden jullie het horen? Deze mensen hadden niks meegenomen en ze waren nu bang om voor de koning te komen. Maar toch trok er de eerste. Hij dacht van, ik ga naar de koning toe, want ik moet toch de koning ook zien. Ik wil graag ontmoeten, ik wil ook nog zo'n handtekening. Dus ik ga naar de koning toe. Nou, moet je opletten. Ik ga even de koning spelen. De eerste komt naar de koning toe. Hey, jongeman. Goedemorgen, koning. Wat heb jij meegenomen? Ik heb al zoveel moois gezien vandaag. Wat heb jij meegenomen? Nou, koning, kijk, u heeft allemaal ministers uitgenodigd en koningen uit andere landen. En die zijn allemaal zo rijk. En ik dacht, ja, ik heb helemaal niets. Ik heb geen geld. Dus ik kan niets kopen wat ik u blij mee kan maken. Of de andere mensen in de zaal. Wat? Heb je niks meegenomen? Nee. Maar hoe kan het? In mijn land heeft iedereen genoeg. Niemand heeft tekort. Iedereen heeft genoeg. Waarom heb je nou niks meegenomen om uit te delen? Ja, ik kon het niet betalen. Je kon het niet betalen, maar niemand heeft genoeg. Ik weet het niet, koning. Nou, ga maar weg. Het was de bedoeling dat iedereen iets zou meenemen. Iedereen moest iets meenemen en hij heeft niks meegenomen. En toen kwam de volgende, weer iemand. Nou, mag ik jou wat vragen, jongeman? Wat heb jij meegenomen? Ik hoop wel iets moois, want er zijn veel mensen, iedereen moet te eten hebben. Nou, koning, kijk, ik was dus thuis en ik ging zoeken en ik ging kijken, maar ik had niets in huis. Helemaal niets. Dus maar hoe kan ik niets meenemen? Hoe kan het dat je niets hebt meegenomen? Nou, nogmaals, in mijn land heeft toch iedereen genoeg? Je hebt toch genoeg te eten? Kom je iets tekort? Nee, eigenlijk niet. Waarom heb je dan niks meegenomen? Nou, eigenlijk had ik ook gewoon geen tijd om even te zoeken. Je had geen tijd. Kijk, daar hebben we hem.
Wacht even hoor, maar ik wil nu even iets zeggen. Je had geen tijd om iets mee te nemen om voor anderen te zorgen. Nee, ik had het zo druk, koning. Ik had het zo druk. Ach. Ik moest allemaal dingen doen. Wel jammer hoor, want dit feest is zo mooi en nu zijn er mensen die te weinig te eten hebben. Nou, misschien volgende keer weer. Dag, tot dan. Jammer hè, dat er mensen zijn die niks hadden meegenomen voor dit mooie feest. Nog eentje dan, kijken wat deze heeft meegenomen. Kom erbij. Vertel eens. Nou. Wat heb jij meegenomen voor dit fantastische feest? Nou, koning, kijk, u bent zo groot. U heeft alles. En ik had allemaal kleine dingetjes klaar liggen om mee te nemen. Maar ik zat er naar te kijken. En ik denk, alles wat ik meeneem, dan wordt u boos. Want u heeft alles. Hoe kan ik deze mensen blij maken met het kleine dat ik maar heb? Boos? Wacht even hoor. Ik vroeg jou niet iets om een heel groot cadeau. Ik vroeg gewoon om iets mee te nemen, om uit te delen. Niet om dure dingen, luxe dingen of hele grootse dingen. Maar gewoon iets om uit te geven. Een lolly om weg te geven of een halve hemelworst om uit te delen. Ja, maar ik dacht, die mensen, ik word er niet blij met wat ik heb. En nu ook niet, dacht ik. Je had iemand blij kunnen maken met iets kleins. Dat wist ik niet. Nou, volgende keer beter. Ik zie je. Doei. Sorry, koning. Nou, strenge maar rechtvaardige koning, zoals jullie doorhebben. De opdracht was heel duidelijk. Ga, kom mee, kom naar het feest van de koning, maar neem iets mee. Neem iets mee om uit te delen, om weg te geven. Maar wat dachten de mensen? De mensen dachten, ja, maar ik heb niet genoeg. Ja, maar wat is mijn cadeau nou waard? Ja, maar ben ik niet te arm om iets weg te geven? Maar ik heb eigenlijk geen tijd om voor iemand te zorgen. Ouch. Dat kwam heel pijnlijk bij de koning aan, want de koning wilde helemaal geen luxe. Het ging de koning helemaal niet om luxe dingen. Het ging de koning helemaal niet om allemaal luxe dingen die werden gebracht. Het ging erom om voor elkaar te zorgen. En dit is eigenlijk ook zo, en nu komt-ie, in het koninkrijk van God. God vraagt aan ons ook, hey, soms heb je niet veel te geven. Of soms heb je niet de talenten die je op een dag zou willen of die je nu hebt. Of wil je misschien veel beter zijn in iets, maar lukt het je nog niet? Of soms denken we van, ja, maar wat doet mijn glimlach nou? Of wat doet mijn woorden nou? Of mijn bemoediging nou? Maar eigenlijk, net zoals bij de koning, al was het iets kleins, een lolly of een halve hemelworst. Jouw klein beetje talent, jouw ene euro, of jouw kleine dingetjes wat je meeneemt, de kleine dingen die je hebt, kunnen een heel groot verschil maken. Dingen die voor jou klein kunnen lijken, waarvan je denkt, wat moet God daarmee? Of wat moeten wij ermee? Dat kan voor iemand anders heel waardevol zijn. Jouw glimlach, jouw hulp, jouw lieve woorden. Dat je opkomt voor iemand die het minder heeft. Dat je opkomt voor iemand in de klas die misschien wel gepest wordt. Jouw woorden maken een heel groot verschil. Onderschat die woorden niet. En eigenlijk is dat mijn punt van vandaag. Je hebt niet veel nodig om een groot verschil te maken. De koning zei, neem iets mee om uit te delen. Hij zei niet, neem iets groots mee. Neem een hele vrachtauto mee met lekkere dingen. Hij zei, maar neem iets mee. Neem iets mee. En ik denk soms ook dat God het tegen ons zegt. Hey, neem iets mee. Weten jullie nog de jongen met de 5 broden en de vissen? Hij had geen vrachtauto vol. Hij had maar een klein beetje. Maar wat wij als een klein beetje zien, dat kan God vermenigvuldigen. Dat kan God veel groter gebruiken. Dus kids, waar ik je vandaag wil mee bemoedigen. Soms denken wij, oh, ik heb dit niet, ik heb dat niet. Ik kan niet goed dansen of zingen voor God. Ik kan dit niet. Of wie ben ik nou om een ander te helpen? Of wie ben ik nou? Ik vind het zelf zo moeilijk om me goed te gedragen. Of om een verschil te maken. Of je denkt, ik kan het niet en ik heb het niet genoeg. Laat iemand anders nou dat doen. Maar weet je, God kijkt daar niet naar. God kijkt er niet naar hoeveel je hebt, of hoe goed je bent, of naar je bijbelkennis, of naar hoe rijk je bent, of hoe slim je bent. Maar God kijkt altijd naar ons, naar ons hart. Ons hart dat we voor andere mensen zorgen. Ons hart dat we een verschil maken. En ons hart dat we iets meebrengen. Net zoals de zwerver. Hij was heel arm. Maar wat deed de zwerver? Hij kwam met alles wat hij kon. Een halve hemaworst. Een halve hemelworst, maar toch zei de koning, daar ben ik blij mee. Luister, de koning was net zo blij met de hele lekkere taart als met de halve hemelworst. En ik geloof dat God dat soms ook zo ziet. Soms kan je iets, zie je iemand en denk je, wauw, wat gaat diegene dat van goed af? Of wauw, wat kan diegene dat goed? Of wauw, diegene heeft een hele goede baan, wat kan die een groot verschil maken?
Zeker, het maakt een groot verschil. Maar onderschat nooit wat jij hebt. Jij hebt je glimlach. Jij hebt mooie woorden. Jij hebt een gezicht, een glimlach waar je verschil mee kan maken. Jij weet dingen. Jij weet hoe groot God is. Jij weet dat met God alles mogelijk is. En dat maakt een heel groot verschil. Zullen we gaan bidden dat wij degene zullen zijn, dat wij een verschil mogen maken waar we ook komen en dat we altijd ons best doen om iets mee te nemen van onze talenten, van onze glimlach, van hetgene wat wij hebben. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u zo goed bent en dat u hier vandaag bij ons bent. Heer, wij willen de mensen zijn die alles eraan doen wat ze hebben, wat ze kunnen om een verschil te maken, om iemand anders blij te maken. Om iemands anders dag te veranderen. Om iemands leven mooier te maken. Om voor iemand op te komen. Om voor iemand te zorgen. Heere God, wilt u er ons bij helpen dat wij de moed hebben om op te komen voor andere mensen. Wilt u ons helpen om een groot verschil te maken. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Laten we God een heel groot applausje geven. Dank u wel voor wie u bent, Heer. Dank u wel voor hoe goed u bent. Wauw, dat was het verhaal van de koning. Een beetje minder Bijbelverhaal dan normaal, maar wel een mooi verhaal waar we van kunnen leren. We gaan nu luisteren naar een heel mooi proefje van onze professor Explosie en Eden. Hey, we zijn vandaag zelfs samen met Eden zijn we hier. En dat is hartstikke gezellig, want ik vind het altijd weer leuk als een van de kinderen zegt van nou, ik wil even meehelpen met een proefje. Dat is hartstikke gezellig. En vandaag gaan we olifanten tandpasta maken. Nou, denk je waarschijnlijk, wat is dat voor geks? Nou ja, ik denk, je poetst wel eens je tanden toch? Nou, dan knijp je zo'n beetje tandpasta uit je tube. En olifanten, die hebben hele grote tanden. Nou, die hebben heel veel tandpasta nodig. En dat gaan we eigenlijk nu maken. We gaan gewoon heel veel tandpasta maken. Nou, dat kan je dus doen door waterstofperoxide te gebruiken. Afwasmiddel. Een kleurstofje. En daarna gooien we er een beetje gist bij. Nou, dan gaat er toch wat gebeuren, jongens. Nou, dat zullen we eens even laten zien. Nou, Eden, kom op en we gaan ervoor. We gaan een trechtertje erin zetten. En ik zou zeggen, Eden, je mag de waterstofperoxide pakken en die mag je door het trechtertje in de fles gooien. Ja, helemaal leeg. Je mag hem helemaal leeg gooien. Nou, normaal gebruiken vrouwen dit om hun haren te bleken. En als dit een beetje misgaat hier, dan weet je wel wat de kleur haar geworden is van je. Zo dadelijk. Nou, je mag afwasmiddel mag je erbij spuiten. Ik denk, ja, dat gaat hartstikke goed. Zo. Nou, die is ook happy. Ja, gooi maar neer. En om het nog een beetje wat spectaculairder te maken, gooien we er ook nog eens een kleurstofje in. Nou, we hebben gekozen voor geel. Ik knijp hem maar helemaal leeg, hoor. Lekker veel. Lekker veel. En ik heb ontdekt dat als je het een beetje tegen de zijkant van de hals knijpt, dan krijgen we straks een hele mooie streep in de tandpasta. Nou, dat is natuurlijk leuk, hè? Okidokie. Nu gaan we met gist gaan we aan de hand. We hebben 2 zakjes gist hebben we in een bekertje gedaan. En wat ik ga doen, dat had ik wel even iets beter kunnen voorbereiden. Ik ga eventjes alvast een beetje water hierin schenken. Nou, dan zou ik zeggen, Eden, je mag gist mag je bij het water gooien. Dus die gooien we bij het water. Gezellig muziekje, zeg hé. Super de bom, ja. Nou, dan ga ik even roeren. Ja. Nou gaat het echt gebeuren, jongens. Ik ga het trechtertje hierin zetten. En dan, Eden, dan mag jij het in het trechtertje gooien. Zo snel mogelijk. En dan trek ik mijn hand terug. Hoppakee. Nou. Vindt hem niet geweldig, de reactie. Er is ook nog heel veel gist achtergebleven in het bekertje. Nou. Dat gaan we even overdoen. Zo zien we weer. Het is niet altijd een geweldig succes. Ik heb hier de dubbele hoeveelheid. Hij komt er wel bijna uit hoor. Kijk, hij komt wel een beetje. Maar het is een beetje teleurstellend, vind ik. Geen idee wat er aan de hand is. Nou ja, maakt niet uit. We hebben toch plezier. Haha. Even kijken, we gaan deze eventjes met de dubbele hoeveelheid doen. Dat zou ik zeggen, Eden.
giet die twee flesjes er maar in. Het is altijd weer bijzonder met dit soort proefjes. Ik heb bijvoorbeeld warm water heb ik gepakt bij die gist. Maar of het warm genoeg is. Thuis spoot het eruit. En nu is het een beetje zielig gebeuren. Ja. Eens kijken. Nou, je hebt mooi twee flesjes erin gedaan. Toppie, toppie, toppie. Hartstikke goed. Ik zal voor de tijd even een beetje je helpen dat het even iets sneller gaat. Zo, nu doen we afwasmiddel erbij. En je mag de rode kleurstof mag je er lekker in spuiten. Super de bom. Nou, dan willen we natuurlijk wel, we willen echt een reactie zien natuurlijk, hè. Jongens, dat kan niet. Het moet wel een beetje knallen natuurlijk. Zo, ik ga het alvast... Nou, je hebt in ieder geval voldoende kleurstof erin geknald. Hè? Ik zou zeggen, je mag gist bij het bekertje erbij doen. En dan denk ik, ik moet even wel heel goed roeren. Heel goed roeren. Want het was toch niet goed gemengd op de een of andere manier. Nou. Nou willen we dat lukt hoor. Kom op jongens. Giet hem er maar in. Giet hem erin. En giet maar door. Giet maar hard door. Ja. Ja, kijk. Het mag wel dikker. Maar we hebben wel een heleboel tandpasta hebben we. Met een... ik zie ergens een rood streepje. Ja. Ik moest hier in de kerk een beetje voorzichtig doen. Eigenlijk moet er nog een stofje bij en dat heet kaliumjodide. Als je dat erbij doet, dat zou ik thuis in de tuin eens een keer proberen, dan spuit het echt meters hoog de lucht in. Nou, ik wilde het wel graag nog een beetje schoon houden hier op het podium. Dus als je dit er nog bij doet, kaliumjodide, dan spuit je echt meters hoog de lucht in. Nou, dat gaan we deze keer niet doen. We gaan ons een beetje inhouden, maar... We hebben wel een mooie reactie gezien. En olifanten tandpasta gemaakt. Ja, dat dus. Ja. Dankjewel Eden voor je hulp. Je hebt het er mooi ingegoten. Het is een heerlijke rommel geworden hier zo. Dat hebben we voor elkaar gekregen. We gaan de tafel aan de kant zetten. En dan ga ik het Kids Worship Team uitnodigen. Want die gaan deze dag afsluiten met nog een prachtig nummer. Nou, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Doei! Hallo jongens en meisjes, boys en girls. Het is tijd voor een swingdansliedje. Doe je handen omhoog. En doe je handen omlaag. Doe de dab naar links. En doe de dab naar rechts. Doe je handen omhoog. En doe je handen omlaag. Links en doe de dab naar rechts. Wie staat voor onze God? Doe het ook al voor onze God. Wie staat voor onze God? Hij is goed, ja zo kan nou. Wie staat voor onze God? Doe het ook al voor onze God. Wie staat voor onze God? Hij is goed, ja zo kan nou. Doe je handen omhoog en doe je handen omlaag. Doe de dab naar links en doe de dab naar rechts. Doe je handen omhoog. Handen omlaag, doe de dab naar links, doe de dab naar rechts. Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag. Dab naar links, doe de dab naar rechts. Omhoog, omlaag, van links naar rechts. Omhoog, omlaag, van links naar rechts. Omhoog, omlaag, van links naar rechts. Het is nog niet voorbij. Ha, we gaan door. Kom op. Blijf maar beweging. Niet worden jij naar achter. Kom op. Naar links. Naar rechts. En dab. Haha. Tweede stukje. Weer klaar. Kom op. Daar gaan we weer. Ja, jump nu omhoog. En door je knieën omlaag. Slijt nu naar links. Slijt nu naar rechts. Ja, jump nu omhoog. En door je knieën omlaag. Slijt nu naar links. Nu naar rechts.
af, knieën omlaag. Slijt naar links, slijt naar rechts. Hoog omlaag, naar links, naar rechts. Hoog omlaag, naar links, naar rechts. Omhoog omlaag, naar links, naar rechts. Facey, facey. Was dat een super toffe dienst. Heel leuke dienst hebben we gehad. En ik heb nog een nieuwtje. Want er is namelijk voor de kinderen uit groep 6 en groep 7... is er een Connect. En daar kan je je voor aanmelden. Via kids@clc-den-haag.nl. Dus als je in groep 6 of groep 7 zit, moet je dat zeker doen. En er is natuurlijk ook nog een groep 8 Connect, die is er al. Maar als je nou in groep 8 zit en je zit nog niet bij de Connect, kan je je daar ook voor aanmelden. En dan gaan we nu, zijn we helaas alweer aan het einde gekomen van de dienst. Dus kids, zwaaien jullie mee? Doei kids!